We weten dat heel veel mensen er wel behoefte aan hebben. Heel graag fysiek bij elkaar zouden willen komen. Maar we hebben ook wel een risicogroep. We hebben veel oudere mensen. We willen de fysieke contacten die echt nodig zijn. Dus een gesprek rondom uitvaart. Een pastoraal gesprek met mensen die het moeilijk hebben. Dat willen we graag wat gaan faciliteren. Als je dan ook gelijk weer heel veel contacten in een kerkdienst, dan maak je het risico misschien onnodig groot. Ik denk dat iedere kerk binnen de richtlijnen van de RIVM zelf bepaalt of ze per 1 juni toch met 30 mensen open willen. Kleine kerkjes zal dat misschien niet eens kunnen, want je moet wel op 1,5 meter afstand zitten. Grote kerken kunnen dat alweer wat makkelijker. Maar wij hebben gezegd van, wij ook omdat wij zulke goede online faciliteiten hebben. We denken dat het ook echt anders kan zijn als je al 8, 9 weken lang nauwelijks contact hebt gehad. Hebben jullie nagedacht over eventuele alternatieven? Want er wordt bijvoorbeeld ook, ik neem aan bijvoorbeeld dat het zingen, daar gaat het ook wel deels over. Hè? Want dat wordt gezegd, zingen zou wat, wat meer van die aerosols in de lucht. Ik ga hier geen amateurviroloog spelen, maar zingen zou gevaarlijk zijn. En kletsen zou meer besmettelijk zijn. Nee, dus dat klopt. Dus we zoeken zeker naar alternatieven. Want gemeentezang gaan we inderdaad ook als we straks in juli misschien mensen toe gaan laten, gaan we niet doen. Hier en daar een enkeling zingen kan wel. Dan sta je echt op afstand en dan is het risico lijkt dan echt klein. Maar zeker gemeentezang met veel mensen tegelijk zingen. Dus daar zoeken we nu natuurlijk voor de online vieringen ook al steeds naar alternatieven. Want er zitten nu maar 4 mensen in de zaal. Die zingen soms. Maar we zoeken ook naar opnames van eerdere kerkdiensten van vorig jaar. Die kunnen we dan laten horen. Ja. Of we zoeken soms elders naar opname van liederen. Dus dat we de zang wel kunnen laten horen. En misschien dat we als er straks wat meer mensen weer in de kerk kunnen, dat we ook wat meer kunnen experimenteren met muziek in de kerk. Met muzikanten, mensen die een instrument bespelen. Ja, ik vind zelf eerlijk gezegd een kerkdienst zonder zang. En dat is toch ook iets waar je zelf in meedoet. Dat is precies eigenlijk het enige deel van een kerkdienst waar de bezoeker zelf ook echt iets bijdraagt vaak. Ja, als dat mist, dan wordt het wel absoluut een hele... Ja, dat is absoluut een groot gemis. Maar we zeggen toch ook wel, als de richtlijnen zo duidelijk zijn dat dat het risico verhogend is, dan doen we het gewoon niet. Bij ons wordt ook gedacht over eventueel het buiten samenkomen. Is dat iets waar bij jullie over gesproken is? Nog niet gesproken, maar het is al wel door mijn gedachten gegaan. We hebben op het terrein zelf hebben we een parkeerplaats. Daar zouden we ook stoelen neer kunnen zetten. In het verleden hebben we dat buiten coronatijd af en toe ook wel gedaan. Dan deden we een erfkerkdienst. Dat is wel lang geleden volgens mij al dat wat was. Maar daar hebben we nog maar niet ook daarin gedacht. Is trouwens nog niet helemaal duidelijk wat dan precies, of het buiten dan veiliger zou zijn als binnen. Dat zijn natuurlijk aannames. Maar ik kan me voorstellen dat je niet op basis van gedachten wil varen, omdat je gewoon veiligheid eerst zet. Want dat vraag ik me dan ook wel af. Wat is, want je hebt het over 1 juli, dan misschien 20 personen. Wat is dan precies de voorwaarde wat jou betreft om wel weer met elkaar te gaan beginnen? Nou, de allerbelangrijkste voorwaarde is de regels. Dus we blijven binnen de regels. Dus als het per 1 juli zou mogen met 100, dan blijven we in ieder geval daar binnen. En wat we dan eigenlijk vooral ook willen doen, is uitproberen wat goed werkt. En dan met niet te grote groep starten, kijken wat dat doet voor de online viering. Wat we daar ook wel belangrijk aan vinden, ik zei al, er kijken wekelijks 300 huishoudens. Het moet niet zo zijn dat die zich buitengesloten gaan voelen doordat de mensen in de kerkzaal zijn. In ieder geval veel wijsheid met de beslissingen die er genomen moeten worden. En hopen dat jullie ook weer op korte termijn bij elkaar kunnen komen. Voor veel mensen toch echt een fundamenteel onderdeel van hun leven. Absoluut.